is vandaag maandag en ik zit nog aan mijn ontbijtje. Ik ga jullie deze week laten zien wat voor outfits ik allemaal draag terwijl we thuis zitten. Ik zie er nu uit als Joe Exotic Hello. In mijn pyjama. Maar ik ga je laten zien wat ik deze week verder allemaal draag. Ik zou mijn kledingstijl omschrijven als een rommeltje. Ik ben benieuwd of jullie het ook een rommeltje vinden of dat jij het perfecte woord ervoor hebt. Laat het vooral weten. Dan gebruik ik dat voortaan. Ik ga nu eindelijk even mijn ontbijt opeten terwijl jij je abonneert op ons kanaal. En daarna ga ik je laten zien wat ik draag. Ik begin deze week met een knaller, namelijk deze bloemetjesjurk. Hij is van de H&M en ik heb er ook een bijpassende bucket hat bij gekocht. Eigenlijk voor het festivalseizoen, maar die is er natuurlijk nu niet echt. Ik durf hier denk ik niet mee naar de supermarkt, dus dan ga ik alleen voor het jurkje. Bij deze jurk vind ik deze laarsjes heel leuk. Het zijn een beetje van die dikkere platformlaarzen, maar je kan er natuurlijk ook een hakje onder doen of een sandaaltje. Dit is wel een van mijn lievelingsjurken, dus daarom doe ik hem aan nu we vooral thuis zitten. Dit is natuurlijk lekker om je pyjama aan te houden, maar nou, dit voelt ook als een kleedje. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag eigenlijk niks doen. Oh. Dus ik heb een lekkere comfortabele lange jurk aangedaan met slippertjes. Ik loop eigenlijk 9 van de 10 keer op blote voeten hier in huis, maar met deze slippertjes wat leuk bij deze jurk. Ik heb ook nog bijpassende oorbellen ingedaan om het helemaal compleet te maken. De oorbellen zijn van Monkey en de jurk is van Zara. Het voelt helemaal als een feestje. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Hello again. It is woensdag en ik heb vandaag een pak aan. Ik weet alleen niet meer waar die van is, maar je hebt wel bij Zara of ASOS heel veel van die boilersuits. Het lijkt een beetje op een judo pak of een schilderspak als ik zo in de spiegel kijk, maar ik vind hem wel echt heel tof. Ik vind het vooral heel leuk met cowboylaarsjes. Volgens mij heb ik ze hier nog liggen. Even kijken. Ja, kijk, ik vind dit heel leuk hierbij. De schoenen zijn van Pull & Bear. Ik werk deze week thuis, dus ik hoef niet echt op pad. Normaal vind ik zo'n jumpsuit of pak wel irritant als je bijvoorbeeld moet plassen of zo, maar ik ben nu toch thuis, dus dat maakt het niet uit als ik in mijn blootje op de wc zit. Ja, nou, dit is de look voor woensdag. Zijn we weer. Het is vandaag donderdag en ik heb, raad het al, weer een lange jurk aan. Ziet het niet zo goed, maar hij heeft van die ribbels. Hij is van de Zara. Chillen aan deze jurken met zoveel thuis zijn vind ik dat het gewoon voelt alsof je een nachtjapon aan hebt. Sommigen ziet het er misschien ook zo uit, maar ik probeer het dan nog een beetje leuk te maken met een haarband. En ik heb er slippertjes met een klein hakje onder van een Monkey. Ja, dit is het voor vandaag. Zo, het is alweer vrijdag. Ik heb vandaag iets anders aan dan de rest van de week. Geen lange jurk. Ik heb een broek aan met mega fluit pijpen. De broek is van Free People en hij zit echt mega lekker. Het is een soort corduroy en hij zit echt mega hoog. Het topje wat ik erbij aan heb is van Wee en hij schijnt een beetje door. Dat vind ik hierbij wel leuk. De look voor vrijdag. Ik heb trouwens blote voeten, dus ik sta iedere keer wel meteen om te laten zien hoe wijd het is. Hallo, hallo. Het is zaterdag. De weken gaan trouwens echt ziek snel, vind ik. Terwijl we helemaal niet zo heel veel te doen hebben. Ik weet niet of jullie dat gevoel ook hebben. Ik heb in ieder geval weer een lange jurk aan vandaag. Wat dus wel grappig is, is dat ik bij zulke lange wijde jurken altijd nog een extra grote maat neem. Dit is bijvoorbeeld een L'tje, terwijl ik normaal een S heb. Maar ja, ik vind dat toch altijd wel net iets leuker zitten. Dit is trouwens van een Monkey. En je ziet het goed, ik heb 2 verschillende schoenen aan. Ik doe dus iedere keer als ik 's ochtends een outfit aan doe, ook schoenen erbij aan. Terwijl ik helemaal de deur niet per se uit hoef. En ik wilde nu aan jullie vragen welke schoenen hier leuker bij zijn, maar ik hoef dus niks aan. Ik vind zelf wel, denk ik, de cowboylaarsjes leuker. Laat even weten wat jij leuk vindt. It goes round and round. De laatste dag dat ik jullie mijn outfit laat zien. Het is vandaag zondag. Ik heb een nieuwe rok aan van Naked. Ik vind hem heel leuk. Hij heeft aan beide kanten
Het splitje. Ik heb weer mijn cowboylaarsjes aan. Ik heb ze helemaal heronder. En ik heb eigenlijk weer schoenen aan terwijl ik de deur niet uit hoef. Dus die gooi ik straks toch weer uit. Ik heb een oversized shirt erbij. Gewoon lekker simpel. Ik hou mijn shirts, basic shirts, altijd bij de zeeman. De mannen variant. En dan meestal een L of XL. Dus dat is mijn ook direct een tip voor jullie. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete look is van deze week eigenlijk. Ik denk dat dit wel mijn favoriet is. Oké, dat was het dan. Ik heb van maandag tot en met zondag mijn looks aan jullie laten zien. En ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete look is van deze week. Vergeet allemaal ook niet een like en subscribe te doen. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Bye! You do not know what I have in mind. I packed our bags when we